En waarom ik eigenlijk gisteravond niet kon slapen, is dit. En het hele dorpje leeft weer. Goedemorgen. Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe vlog. De vlogmas van gisteren was natuurlijk weer super goed ontvangen. Ik ga vandaag naar school toe. We hebben er weer super veel zin in. Vandaag is het kerst en ik had met Bram Krik afgesproken. Maar Bram, die komt toch niet, want hij ging met zijn vriendin naar een kerstmarkt. Dus ik ga ook naar die kerstmarkt. Het is wel in Düsseldorf. Yo, gasten. We zitten echt al super lang in de trein. Maar ik heb de locatie van Didi. Dat is de vriendin van Bram. Ik vraag me ook nog steeds af hoe die dat voor elkaar heeft. Wij zijn nu hier en we moeten hierheen. Het is waarschijnlijk al wel donker als we er zijn, maar we hebben er super veel zin in. We moeten nog een uur met de trein en nog een half uur wachten. 40 euro's. Nee, gewoon liften. Liften, ja waarom niet? Het is hier met z'n tweeën iets van 80 euro met de trein. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan nu gewoon op zoek naar Duitse auto's. In de hoop dat iemand naar Düsseldorf gaat. En dan gaan we liften! Woe! Het is eigenlijk een soort combinatie van roadtrippers en jachtseizoen. Maar dan net niet helemaal. Twee teams. In een strijd om kilometers. Welkom bij de vlogman. We got a ticket. Waarom de fuck rent iedereen? Je bitch wil met me mee. Woe! Naar huis. We made it, guys. Ongeveer 1 uur later. We zijn in Duitsland en we gaan op zoek naar Bram. Het is echt kut werk. Ik vraag me echt af wat hij doet in zijn vrije tijd. Die man is zo druk en dan gaat hij... Alright, let's go. We zitten echt heel dichtbij nu. Check dit. That's pretty fucking close. We moeten nu wel oppassen dat we hem niet tegenkomen. Want we moeten nog een cadeautje kopen hier zo. Can I get this one? Honey. Honey, for my honey. Pizza. Doe eens haast in de verpakking. Bitteschön. En schoenen doen. En schoenen doen. Nu gaan we Bram verrassen. Hij zit hier zo om de hoek. En we gaan Bram even confronteren met het feit dat hij niet met mij kon filmen. En vervolgens hier op een fucking kerstmarkt is. Hey! Alleen door jou voelt het als kerst. Alleen door jou voelt het als kerst. Ze lopen nu het restaurant uit. Ze chillen hem nog even daarvoor, man. Ik moet dus echt heel nodig plassen. Ja, het is een beetje die vibe die je krijgt als je verstoppertjes speelt. Moet ik ook altijd nodig plassen. Maar nu moet ik echt plassen. Ze komen deze kant. Ze komen via die kant, komen ze hier. Ze staan letterlijk op dit kruispunt. Ik ga gewoon zo staan. Ze hebben nu dus dat ze bij de grote boom zijn. Oh. We lopen er nu gewoon recht op af. Ze zei dat ze bij deze boom waren. Oké. Ze zijn nog steeds. Hij moet dus in de buurt zijn. En dat klopt. Want mijn collega's buiten spotten een man op 100 meter van de woning. Die voldoet aan het signalement van de foto's. Ik zal even hier verstoppen. Dit is echt de kutste verstopplek ooit. Ja. Hey, we zijn er langs gegaan. Bingo. App even de afweg van mijn app. En deze app dat hier is. Hij loopt de woning voorbij. En app daarna de 10-jarige Charissa. Wat hij niet weet is dat... Bram! Nee! Fijne kerst! Wat heerlijk, goed dat je er bent. Wat? Je zei zo een dag van tevoren de opnames af omdat je naar een kerstmarkt moest. Nee, maar ik ging al naar die kerstmarkt. Ja. Oh ja, oké. En ik dacht, dan zien we elkaar helemaal niet meer bij de feestdagen. Maar we zien elkaar toch. En je hebt... een honeycook. Fijne kerst. Maar even off the record, ik vind het echt goor. Ja, echt? Ja, maar ze zijn echt afzetters hoor hier. Godverdorie. Maar zou je zo hier al gaan filmen? Of nee. Ik ga ook naar Düsseldorf. Je bent ook helemaal boos jij. Hoe wist je dat ik hierheen ging? Ik heb zo mijn connecties. Didi! Hebben we eindelijk quality time samen. Wil jij hem anders hebben? Ja, tuurlijk. Wacht even. Kijk! Geef je nou een hartje met honey aan mijn vriendin? Blijf je ook slapen? Ik ga bij Dylan Haven slapen. Nou, eet smakelijk. Sorry dat ik je avond heb verpest. Nee, dus ik vind het alleen maar leuk. En kerst, hè. Woe!
Ja, en toen bleek dat we in de verkeerde trein zaten. Oké, dank u wel. Ik heb het gehad. Ah, deze soldier ook. High five. Hey mensen. Hey. Hey mensen. Kijk, dat is het mooie, hè. Bij Dylan kan ik altijd langskomen. Hij betaalt er gewoon voor, dus... Aangezien we een samenwerking hebben met Lego, die een nieuw spannend thema hebben... Jij gaat in hetzelfde bed slapen als Chantal Jansen. Good morning. Het is vandaag eerst kerstdag, dus ik neem aan dat er beneden een lekker kerstontbijtje klaar staat. Tijd om te ontbijten. Hey. Ik eet elke ochtend of een broodje met kaas of lekker met pindakaas. Zo lekker geslapen, joh. Ja, was het goed? Ja. Voelde je het zweet van Chantal Jansen nog een beetje? Ja, je had niet verschankt, hè? Nee. Thumbnails mogen we natuurlijk niet vergeten, want die zien er altijd hetzelfde uit. Zoals je kunt zien, hier ziet dat ik echt tof dat ik hier weer gewoon... Ja, blijf je slapen ook en zo. Ja. De plant volg ik ook op Instagram. Kat ook. Wil je iets zetten? Wil je iets zetten? Ja, kijk, met kerstwereld is iets goeds voor de armen. Zorg voor de kanalen die het wat minder hebben. Ja, die iets minder sponsordeals hebben. Iets minder views. Kom, we gaan. Doei. Dit was de video. Fijne kerst. She's a bad thing, fine as hell, thick as fuck, oh my god. En allemaal een hele fijne kerst en een gelukkig 2020.